Hoe Suriname Bauta van zich afschudde. Dag dames en heren. Goedenavond en welkom bij KRO's Brandpunt. Daisy Boutersen zegt dat er is gerommeld met de verkiezingsuitslag in Suriname. We hebben zo dadelijk contact met Paramaribo. En hoe de nieuwe bordeelwet van illegale prostituees opgejaagd wild maakt. Straks een uitgebreide reportage. In Suriname is nu 90% van de stemmen geteld. Voorlopige conclusie, de regerende coalitie van president Venetiaan verloor licht, maar Daisy Boutersen en zijn NDP hebben daar amper van geprofiteerd. Anders gezegd, de democratische coup van Boutersen is uitgebleven. In Paramaribo staat collega Jan Driessen. Jan, hoe heeft Boutersen gereageerd? Ja, er zou hier gisteravond een geweldig, swingend, prachtig feest hebben moeten plaatsvinden bij de NDP, de partij van Boutersen. Maar om 2 uur bleef daar slechts een lege zaal achter en was Boutersen naar bed gegaan. Teleurgestelde kiezers op weg naar huis. De overwinning is er niet gekomen. De doorbraak bleef achterwege. En zoals je al zei, de democratische coup waar Boutersen toch eigenlijk op gehoopt had na zijn dictatorschap, zijn uiteindelijke overwinning, die is er niet gekomen. Waarom is die doorbraak van Boutersen mislukt? Hoe wordt dat verklaard in Suriname? Men denkt hier dat veel van de Surinamers, met name de grote meerderheid, toch gekozen heeft voor continuering van het beleid. De regering Venetiaan is nog niet begonnen met het economisch herstel hier. De 43.000 gezinnen die echt onder de inkomensgrens leven, die echt moeten overleven met steun vanuit Nederland, die hebben daar nog niet van geprofiteerd. Maar de overheidsfinanciën, die zijn hier op orde. De regering Venetiaan is erin geslaagd. De geldontwaarding die hier, iedereen herinnert zich dat nog, een paar maanden geleden 400-600% bedroeg. Ja, die is er niet meer. Overheidstekort is teruggelopen tot 0,3%. Dus die overheidsfinanciën, die zijn op orde. En men hoopt en verwacht dat het economisch herstel, waar iedereen dan van kan gaan genieten, dat er ook komt. Jan, ik kom zo dadelijk bij je terug. Laten we eens kijken of het Jan Driessen gelukt is om Boutersen te spreken te krijgen. Ja, nee, bedoel ik. Proficiat, toch? Oké, bedankt dat je kunt gaan. U zegt de mensen zijn geëmotioneerd. Wat is er misgegaan? Waarom bent u niet de baas van Suriname zoals u wilde worden? Wel een beetje moeite met je vraag van, ik wil de baas van Suriname worden. Nou ja, dat heeft u vorige week zo bij ons in de uitzending min of meer gezegd. Vandaar dat ik het zo vraag. Oh, luister, als we op die manier gaan praten, dan kunnen we... Dan ga ik het gewoon vragen. Sorry. Nee, omdat u, het ging omdat u dat zo zegt. Dan doe ik het echt aardig. Sorry. Meneer Boutersen, echt. Sorry. Boutersen, licht geraakt bij de eerste, de beste vraag. Woedend zet hij zijn airco weer aan. Het interview is voorbij voor het begonnen is. Zijn bodyguards zetten ons eruit. Hoe anders was zijn gemoed gisteravond direct na het sluiten van de stembussen. Zijn partij, de NDP, had een intensieve en peperdure campagne gevoerd op Amerikaanse leest geschoeid. Met tienduizenden paarse t-shirts, petjes en vlaggen wilde hij minimaal 50% van de stemmen halen. Op democratische wijze de baas van Suriname worden. Dat was zijn droom. Alle vrijwilligers werden uitbundig persoonlijk bedankt voor hun geweldige inzet. Tot de telefonisten aan toe. En campagneleider Borger Breveld was nog steeds enthousiast. Het is 10:30. Is er een trend zichtbaar? Wat ik heb begrepen van de deskundigen in de computerkamer. Als deze trend zich voortzet, dan komen we waarschijnlijk op 20 zetels. Dus die 20 zijn binnen. Verdubbeling. We zien een verdubbeling. Maar naarmate de avond vordert, dringt de harde werkelijkheid door. De aanhang van Boutersen is aanzienlijk lager dan verwacht. En de campagneleider legt uit hoe dat komt. Een heleboel mensen hebben hun stem niet kunnen uitbrengen. Het zijn duizenden mensen.
Ik zou het laten zien, kijk maar. Maar die hele rij die je hier ziet staan, dat zijn allemaal mensen die... En dit was om een uur of 11, 12. En om 7 uur 's avonds sluiten de stembussen. Dus die mensen, dat kan je nu op een brief, die hebben niet gestemd. Kijk. Laat me niet zeggen dat ik bewijs heb dat er gefraudeerd is. Maar er zijn duidelijke tekenen die erop wijzen dat het niet goed gegaan is. Kijk maar. Allemaal mensen in de rij. Volgens de voorzitter van de rekenkamer, Hans Prade, is er echter geen sprake van fraude. Nou, ach, het is altijd zo dat men een excuus gaat vinden voor een verlies. Maar ik denk niet dat dat zo het geval is. Er zijn te veel waarborgen ingebouwd onder een verkiezingsinkt. Je moest met een... Ja, dat is verkiezingsinkt. Je moet met identiteitskaart stemmen. En er zijn genoeg mensen aanwezig per stembureau om... op te letten. Trouwens, alle partijen hebben toegang tot het stembureau om te kijken of iemand werkende persoon is die waarvoor hij zich uitgeeft. Dus ik denk dat er gefraudeerd is. Maar de verslagen aanhangers van de NDP denken daar dus heel anders over. En ze hebben de bewijzen op videobanden vastgelegd. Bakken vol niet verstuurde oproepkaarten moeten de fraude bewijzen. Wat gebeurt er als er echt sprake is geweest van fraude? Ja, dan hou ik mijn hart vast. Hoezo? En dan zullen ze het waarschijnlijk in Nederland alweer vertalen als Bouters heeft mensen aangezet. Ja, maar wat gebeurt er dan? Dat mensen spontaan, dat je rotzooi krijgt. Wat moet, versta ik daaronder? Zeggen die, ja, weet ik veel wat, maar je krijgt rotzooi. Wat voor rotzooi? Ja, weet ik veel, ik kan daar niks van zeggen. Maar ik zou zeggen, laat me het voorzichtig zeggen. Mensen gaan heel erg boos worden. En dan gaat men het vertalen, dan kan je nu erbij zeggen als de NDP is onsportief. En dus laten we hopen dat het niet zo is. Begrijp ik nu, als de NDP wint, is er niks aan de hand. En als de NDP verliest, dan komt de rottigheid. Wanneer nu ineens blijkt dat de NDP met enorme cijfers verliest, dan is er iets aan de hand, toch? Nou, die mensen zijn nog niet gek. Maar dat zal waarschijnlijk in Holland weer gezegd worden. Bouters heeft aangezet en militairen komen op straat en meer van die rotzooi. Maar is niet waar. Maar goed, toch. Een reëel gevaar, want de macht van Boutersen blijft groot. Voor veel gewone Surinamers is de zelfmeetmiljonair Boutersen het grote voorbeeld. Wellicht niet perfect en met een paar vlekjes uit het verleden, was hij voor velen van hen toch de enige die het land kan redden. Nou, ik weet het niet. Hij heeft niet zo voldoende gezag dat hij dat haalt. Ik bedoel, aan de andere kant moet je zeggen, hij is de grootste partij. Dus dat mag je ook niet uitvlakken. Dus dat is toch een aanzienlijk deel van de Surinamse bevolking die toch wat in hem ziet, hè. Dus wat dat betreft vind ik dat Boutersen toch wel een factor is waarmee rekening wordt gehouden, moet worden gehouden. Maar het probleem is natuurlijk dat hoe lang kan hij nog volhouden om nog 5 jaar lang in de oppositie te blijven. Dat valt niet zo erg mee. Hè? En dus zal Boutersen zijn rol in de Surinaamse politiek opnieuw moeten definiëren. Met teleurstellende resultaten, teleurgestelde vrijwilligers en een lege zaal als ingrediënten. Jan in Parimaribo, die beschuldiging van de campagneleider van Boutersen dat er is gerotzooid met die verkiezingsuitslagen. Is er iemand in Suriname die die kritiek, die beschuldiging serieus neemt? Nou, die kritiek wellicht niet, maar wel dat het systeem, de organisatie, het voor heel velen onmogelijk heeft gemaakt om te gaan stemmen. En het zou fraude genoemd kunnen worden natuurlijk als het rechtstreeks stemmers betreft van de NDP. Dat moet onderzoek verder uitwijzen. Er is een opkomst geweest van slechts 60%. Dat is zelfs voor Surinaamse begrippen heel erg laag en dat komt door het systeem. Je moet én een identiteitskaart hebben en een oproepkaart. Nou, veel mensen hebben geen identiteitskaart en veel van die oproepkaarten zijn niet verstuurd. Dus een hele grote groep mensen heeft niet kunnen gaan stemmen. En als Boutersen wil, en hij wil kwaad, dan kan hij ook kwaad. Zijn macht is groot en zoals gezegd, hij heeft hier 15 zetels van de 51 zetels die er te verdelen zijn. En het is nog altijd een hele grote groep die hij kan mobiliseren. Maar regeringsmacht is voorlopig niet voor hem weggelegd. Nee, het is absoluut zeker. Hij heeft zich geïsoleerd. De bestaande regeringscoalitie zal doorgaan met behulp van een andere partij. Die moet nog gezocht worden. Eén ding is zeker, de NDP zit de volgende 5 jaar in de oppositie. Jan Driessen, dankjewel.